Hoe frustrerend is het als je heel graag wil vechten, maar de vijand blijkt keer op keer sterker te zijn? Hallo allemaal, ik ben Marcel de Stripvlogger en ik heb gelezen Hemel in Strijd, deel 1 Rode Duivels, maar ook deel 2 Kokardes onder vuur, recentelijk verschenen bij Sylvester Strips. Ja, en ik geloof niet dat ik hoef te zeggen waar deze strips over gaan. Dat mag wel duidelijk zijn. Met zo'n cover ben ik gewoon meteen verkocht. Ik hou van vliegtuigstrips. Ik heb ook al heel veel vlogs gemaakt over vliegtuigstrips. Ik heb er ook heel veel gelezen. Dus je zou bijna kunnen zeggen dat dit mijn favoriete genre is. Vandaar dat ik ook wel heel benieuwd was naar dit album. En ik moet zeggen, aan de ene kant ben ik helemaal blij hiermee. Aan de andere kant heb ik ook wel wat puntjes van kritiek op deze reeks. Hemel in Strijd gaat over een escadrille, oftewel een squadron, in Frankrijk aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Nou, het eerste deel, daar staat hierboven bij de korte beschrijving al een datum, 10 mei 1940. Op het andere album staat ook een datum, juni 1940. Dat geeft een beetje aan in welke tijdsperiode de verhalen uit deze album zich afspelen. Een tijd dat de oorlogsdreiging eigenlijk nog vrij laag was. Oké, de Duitsers waren oorlog begonnen, maar in Frankrijk was het nog rustig. Er was bijvoorbeeld nog tijd om gewoon lekker even te kaarten. Er was tijd om bijvoorbeeld te paardje wijngaard te inspecteren. Een vrij gemoedelijke sfeer, hoewel er wel de nodige schermutselingen waren. Er waren wel wat Duitse vliegtuigen die het Franse luchtruim binnenkwamen. Nou ja, dan moesten natuurlijk de piloten van de Rode Duivels moesten daar naartoe om ze weg te jagen of neer te halen. Maar het werd toch steeds wat lastiger voor hen, omdat de dreiging wel steeds meer toenam. Het verdere verloop van de verhalen uit deze twee boeken, dat laat zich natuurlijk raden, want uiteindelijk wordt ook Frankrijk binnengevallen door de Duitsers. En met name in dit tweede deel, daarin komt echt even het besef van: jongens, de Duitsers zijn te sterk, we gaan het niet redden. Nou ja, ze beginnen zich eigenlijk langzaam terug te trekken. Terwijl het escadrille de Rode Duivels toch nog heel veel moeite doet om tegenstand te bieden. Alleen zij komen er gewoon achter dat zij inferieur materiaal hebben, mindere kwaliteit vliegtuigen die geen partij zijn voor de sterke Duitse toestellen. Hemel in Strijd is een compleet verhaal in 4 delen op scenario van Philippe Pinard, die in 2007 debuteerde met Hemel in Puin. En die titel die lijkt er inderdaad op en dat klopt ook, want het is een vergelijkbare serie, ook een vliegtuigstrip. En ook die reeks is uitgekomen bij Sylvester Strips. Hoewel ik het verhaal zeker wel goed vind, vooral het feit dat het zich aan het begin van de Tweede Wereldoorlog afspeelt, dus dat de dreiging wat minder is, de sfeer is wat ontspannender, wat gemoedelijker. En langzaam bouwt het zich eigenlijk op. Langzaam dat besef gaat bij de mensen komen dat ze met een hele sterke tegenstander te maken hebben. Dat vond ik wel heel erg goed. Aan de andere kant vond ik het verhaal niet heel spannend. En dat vind ik wel jammer. Ik had niet echt zoiets van: wauw, je moet, ik blijf lezen. Sterker nog, bij het tweede deel, dat is eigenlijk het deel waarin het voornamelijk het besef gaat komen dat ze het niet gaan redden tegen de Duitsers, had ik gewoon toch wel moeite om mijn aandacht vast te houden bij het verhaal. Visueel gezien, en je hebt natuurlijk al wat platen gezien uit dit verhaal, visueel is het erg mooi. Dat begint al bij die prachtige cover en je kan het waarschijnlijk niet echt zien, maar de manier hoe de cover gedrukt is, ja, die is gewoon heel erg mooi. Dat maakt het een heel prachtig boek om te zien, heel aantrekkelijk, en ook het schutblad is gewoon heel erg mooi. En als ik gewoon willekeurig even opensla en je ziet die prachtige luchtacties, dat is eigenlijk waar je dit boek voor moet kopen. De tekeningen van Olivier Daugher is gewoon absoluut genieten. De vele luchtgevechten die hij in beeld brengt, de vliegtuigen, nou ja, dat is gewoon echt genieten. En ik vind eigenlijk wel dat die toch het verhaal redden. Dus ondanks dat het scenario toch wat aan de magere kant is, wat minder spannend, maken de tekeningen gewoon enorm veel goed. Dat is echt genieten. En natuurlijk, het verhaal is niet slecht, laat ik dat even erbij zeggen. Alleen, ik vond het gewoon niet zo spannend. Er is één ding wat ik wel een beetje irritant vond in het verhaal, en dat is dat de hoofdpersoon continu verslag doet van alles wat er gebeurt, alle handelingen die hij doet. En natuurlijk, niet altijd weet je precieze handelingen die hij doet, maar ik vond het op een gegeven moment wel een beetje storend worden dat hij echt continu maar alles ging vertellen wat hij aan het doen was. Hemel in Strijd, Rode Duivels en Kokardes onder vuur. Ik moet zeggen, al met al heb ik ervan genoten, vooral van de prachtige tekeningen. Dat blijft toch wel het sterkste punt van deze reeks. De spectaculaire luchtgevechten, de prachtige vliegtuigen. Ja, dat is eigenlijk waar je deze reeks om moet gaan lezen als je daarvan houdt. Dus het is een aanrader voor de liefhebbers van vliegtuigstrips.
zoals ondergetekende. Ga hem zelf bekijken in de stripwinkel. En als het wat voor je is, nou, neem hem mee en ga hem lezen. En ik ga eens even kijken wat ik nu verder ga lezen. Dus bedankt voor het kijken. Heel veel leesplezier. Oh ja, en mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat snel. Dan mis je niet de volgende strip die ik hier ga bespreken.